Hey! Ja, wat zien we hier? De tekening aan de linkerkant en een prent aan de rechterkant. De tekening is de voortekening die getekend is door de kunstenaar Jacques de Gijn III voor de prent. Dus dit is het ontwerp, daar had hij een opdracht voor gekregen waarschijnlijk. En die tekening die heeft hij naderhand overgezet op de koperplaat en de voorstelling gegraveerd. Jacques de Gijn III is geboren waarschijnlijk in Haarlem of in Leiden in 1596 en overleden in Utrecht in 1641. We kennen Jacques de Gijn III, we weten precies hoe die eruit ziet, omdat in 1632 Rembrandt van Rijn een portret van hem heeft geschilderd. Prachtig schilderijtje, vrij klein van afmetingen, dat zich nu in Dulwich College Picture Gallery in Londen bevindt. Ik heb deze tekening en de prent heb ik uitgekozen om hier te presenteren, omdat ik een onderwerp zocht dat het thema rijkdom en weelde uitbeeldt. En dat is hier het geval en wel op een hele bijzondere manier. Wanneer we goed kijken, dan zien we hier twee figuren uitgebeeld. Links zien we een knielende jonge vrouw met een hoorn des overvloeds, zoals dat heet. Zij is dan ook Abundantia, de godin van de overvloed. En rechts zien we een staande, grotendeels naakte man, een echte krachtpatser. En dat is Hercules. Dat is een mythologische halfgod die bekend is van zijn 12 goede werken. Waaronder het uitmesten van de stallen van Augeas, maar ook het doden van de Nemeïsche leeuw. En daar had hij een trofee van en dat is de huid van die leeuw. En die zien we hier om zijn schouders en over zijn hoofd. En hier zelfs om zijn heupen heen, want als we hier goed kijken in de prent, want daar zien we het nog iets duidelijker, zie je dus een van die leeuwenklauwen hier zo vlak voor naar beneden hangen. Hercules was een symbool van de deugd. En dat heeft ook te maken met dat motto wat daarboven staat. He? Vertu, mesure du bonheur. Dus de deugd als maatstaf voor het succes. En kennelijk is hier sprake van een allegorische voorstelling, waarin Hercules, dus als verpersoonlijking van de deugd, toeziet hoe vrouwen Fortuna, ook wel godin Abundantia, hem als bewijzen van beloning de hoorn des overvloeds aanbiedt. En we zien hem echt, die hoorn die puilt uit, die vruchten en granen die vallen aan de voeten van Hercules, die zelf er eigenlijk een beetje, ja, in een contrapost, zoals dat heet, een beetje onbewogen, ongeïnteresseerd bijstaat, met zijn snor op zijn vingers en alsof hij die beloning, die rijkdom, die vrouwen Fortuna hem aanbiedt, eigenlijk helemaal niet op prijs stelt. Dat heeft hij niet nodig, want de deugd is zijn belangrijkste leidraad.